Maar we gaan beginnen met het nieuws van de dag. Want het is echt heel mooi sportnieuws. Na de geweldige Olympische Spelen en een tweede plek op het WK hebben de Nederlandse handbalvrouwen zich nu ook als groepswinnaar geplaatst. Echt fantastisch. Voor de halve finales op het EK. Aan de telefoon een van de sterspeelsters uit het Nederlandse handbalteam, Estefana Polman. Estefana, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hey, gefeliciteerd. Nou, je klinkt nog juichend, zou ik maar zeggen. Maar het was spannend gisteren, hè? Ja, het was onwijs spannend. Het was niet een hele mooie wedstrijd om te zien, maar het, ja, geweldig. We hebben ons gewoon weer geplaatst aan de laatste vier. We zijn ontzettend trots. Wat bedoel je met niet echt een mooie wedstrijd om te zien? Merk je dat als je aan het spelen bent dat je denkt, oh, dat is jammer? Ja, het ging een beetje moeizaam. We waren een beetje aan het kijken hoe we nou die wedstrijd moesten gaan winnen. En uiteindelijk win je die wedstrijd gewoon lekker. En ja, dan maakt het niet uit hoe je wint, of het nou lelijk is of mooi. Dat maakt echt geen reet uit. Nou, dat bedoel ik. Het eindresultaat dat telt. En voor het eerst in de historie van het Nederlands handbal wordt die halve finale op het EK bereikt. Wat is dat nou met dit team? Wat maakt dit team zo succesvol volgens jou? Ja, we zijn echt een team. En dat is het allerbelangrijkste. We hebben het leuk samen, we hebben plezier. We stralen het uit. We hebben het gewoon onwijs gezellig ook samen. Dat is misschien ook wel onze sterke kracht. Zakken jullie ongelooflijk door of doen sportvrouwen dat niet? Tuurlijk! Wat zegt u? Ja, de leiders zijn heel slecht. Zakken jullie soms ook ongelooflijk door of doen sportvrouwen dat niet? Nee, tuurlijk doen we dat niet, joh. Nee, hè? Nee, echt niet. Nee, we zijn engeltjes. Ik hoop van wel. Ja, ik mag het hopen. Als je het verdient. Ja, nee hoor, dat komt wel goed. Daar maken we ons geen zorgen over. Jij scoorde 10 van de 29 doelpunten. Was dan ook topscorer. Dat moet echt een goed gevoel zijn, toch? Ja, dat is een lekker gevoel. Maar die 2 punten is het allerlekkerste. En we staan gewoon in de halve finale. Ja, wat wil je nog meer? Echt super, super blij. Ja, morgenavond is het, hè, die halve finale. Morgen gaat het allemaal gebeuren. Je speelt natuurlijk in Denemarken. Hoe ga je nou op voorbereiden? Ja, dat is inderdaad een leuke wedstrijd. Ja. We moeten gewoon winnen. Ik zou, als jullie niet gebrand zijn, ik zweer je, ik kan niet terug naar dat land als we hebben verloren. Ik zeg, dat kan gewoon niet. Dus we moeten die wedstrijd al doen. We zitten alleen maar voor mij. We moeten gewoon die wedstrijd winnen. Het gaat gewoon gebeuren. Rafael zat op de bank gisteren, je grote liefde. Is ze er morgen ook weer? Nou, hij zat op de tribune, niet op de bank, want dat zou heel veel afleiding zijn, maar hij zat op de tribune. En hij is er morgen ook weer, dus super. Nou, we zijn hartstikke trots nu al op jullie, maar ga vooral door met deze fantastische lijn. En zoals wij in het theater zeggen, Karen, daar gaat-ie. Toi, toi, toi! Toi.